Oh, luisteraars van de Alliantie Bedenken, welkom bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed 2. De volgende aflevering hebben wij een paar goons gekild van Jacopo en Jacopo zelf. En dan gaan we verder. We moeten even met meneer de Medici praten, zo te zien. Lorenzo, volgens mij. Every one of them. I must admit, I've never before believed I could desire the death of others so badly. Nor I. Ezio. Thank you for the role you've played in keeping this dream of mine alive a little longer. L'onore è mio, signore. What will you do now, figliolo? There are still others I must hunt, signore. They're already digging their claws into the heart of Venezia. No. La bella Venezia. Then that is where your journey must take you, Ezio. Before you leave us, I have something for you. A gift. Fucking dick and bodies? This cape identifies you as a friend of the Medici. As long as you wear it, the city guards will be more tolerant of your actions. But be warned, it will not grant you immunity from the law. Moi. Che la fortuna favorisca la tua lama. Een cape waardoor we minder snel ruzie krijgen met guys in de stad. Dat is wel heel fijn. Permanently anonymous to Medici Guard. Heel fijn. Mooi, dan hoeven we in ieder geval hier niet meer te stressen over iets van notoriety in dit gebied. Heel prettig. En gaan we nu eens kijken of op een manier... Ik denk dat we de stad moeten ontvluchten. En dat we op zoek, dat we waarschijnlijk weer naar Monteriggioni zullen moeten. Dus dat is mijn voorspelling. Oh, oké, dat was niet goed, maar... Wie is deze blauwe stip op de map? Dat is mijn vraag. Oh, tuurlijk. Even naar Leonardo. Leonardo! Mi dispiace, messer. But he is gone. Maestro Leonardo was commissioned by a Venetian noble to paint some portraits. He paid for the maestro to move his entire workshop to Venezia. It's quite an opportunity. Grazie mille, friend. Oké. Dus we moeten daadwerkelijk naar Venetië toe. Dat lijkt me een prima idee. Ik vraag me af of je dat ook op een snellere manier kan doen dan daar helemaal naartoe te lopen. Want we moeten natuurlijk naar Monteriggioni. Heb je hier een quick travel point? Ja, die hebben we. Laten we daar dan maar naartoe gaan, want anders dan moeten we het hele pauperstuk hebben gaan lopen. En daar heb ik eigenlijk toch niet zo heel veel behoefte aan. En dan kunnen we straks lekker even onze gear upgraden, want dat lijkt me wel een heel goed idee. Monteriggioni. Laten we daar maar gewoon lekker naartoe gaan. Heel mooi, heel mooi. We moeten naar Venetië. Maar laten we daarvoor eerst even een kleine stop maken, ons geld ophalen. Even wat upgrades doen. Laten we eens even kijken. We hebben hier namelijk natuurlijk de Armory. En als we hebben we nieuw armor. Ja, oké, we hebben ook nieuwe wapens. Dat is ook wel fijn. Dat is de beste die we kunnen hebben. We hebben hier plus 1, plus 2, plus 1. Plus 2, plus 1, plus 3. En de rest is allemaal redelijk meh. Scimitar. Deflect niet heel snel. Terwijl ik wel hou van snel zwaard. Het wil ook geen double-handed zwaard zijn, want dat vind ik ook heel vervelend. Ik denk dat de scimitar wel de beste is hier. Pleasure, signore. Return anytime. Dan gaan we nog even... Kijk, dat is de scimitar. We hebben in ieder geval een beter wapen. Blijkbaar krijg ik daar ook extra value van als ik shit koop. Prima. We moeten straks toch wel naar daartoe, want ik moet mijn arm nog repareren of eventueel nieuwe kopen. Maar ik wilde eigenlijk eerst even het geld ophalen hier zo. Bedankt voor het damoni. Buongiorno. Hallo. Salute, Serezio. Shall we take a look at the list? Ja, lijkt me een strak plan. Even kijken of we nog wat upgrades kunnen plaatsen. Art merchant niet belangrijk. Bank. De bank voor extra inkomen. Maar zo vaak kom ik hier ook weer niet. Misschien is het goed om de dokters dingetjes nog te upgraden. En de rest even te laten van wat het is. Oké. Ik heb nog wat veren die ik hierboven kan wegsteken. Dat wil ik eigenlijk wel even doen. Zo. Oh, daar krijg ik ook extra geld van. Duidelijk. Kan ik hier nog wat mee? Nog wat codex pages neerleggen. En daar zijn allemaal plaatjes op. Die kunnen we op een gegeven moment die solven voor een soort van... Ja, hoe zeg je dat? Ja, er komt een plaatje uit als het goed is. En dat plaatje, als je dat compleet hebt, dan heb je ook weer een, heb je ook iets voltooid. Dan hebben we nog een... cirkel die we hebben gehaald. De dingen van Darius. Kijk, zo zie je dus langzaam maar zeker ga je dan... allemaal dingetjes unlocken en zo. Dus dat is het gave van deze game. Dat je zoveel sidequests hebt. Die ook wel wat toevoegen. Doe je wel eens van die games. Dan heb je sidequests dat je zegt van ja, wat fuck. Maar je hebt aan heel veel dingen in deze game heb je wel gewoon wat. Dus dat is heel prettig. Laten we nog even kort gaan naar de armory om mijn armor te upgraden. Even kijken, hebben we nog genoeg geld? Nou, het antwoord op die vraag is duidelijk nee. Maar kan ik wel repair doen? Repair. Repair al, 104. Nou, weet je. Dus daar dan je extra helft terug krijgt van fijn. En dan nog even naar de dokter. Die zou misschien nog wel wat medicine moeten hebben. Oh, terug. Dan doen we nog eentje extra. Keurig. Ja, dankjewel. En we gaan weer weg. Dus nu hebben we even snel wat Monteriggioni upgrades gedaan. Toch leuk om die tussendoor eventjes te doen. En ook iets meer een change of scenery, om het maar zo te zeggen. Hier is het. We kunnen elke aflevering natuurlijk wel gewoon... blijven rennen naar de volgende missie. Maar zo kan je nog eens wat mee van de game ook. Ik heb het al meerdere keren gezegd, ik ga het nog een keer zeggen. Deze game is voor hoe oud hij is, echt een goede game. En ik hoop dat ze een remaster gaan uitbrengen, zodat mensen van die iets jonger zijn dan ik, die deze game niet hebben gespeeld in hun jeugd, maar daarvoor, ook deze game kunnen enjoyen. Oké, ik moet die kant op. Volgens mij heb ik per ongeluk, ja, ik kan volgens mij een andere afslag nemen, maar volgens mij heb ik per ongeluk een quick travel gedaan naar Monteriggioni, terwijl ik eigenlijk ergens anders naartoe had moeten. Niet dat dat super erg is. We kopen dat uiteindelijk toch wel, maar... de mountains, daar moeten we naartoe. Wat dat voor plek mag zijn, ik heb geen idee. Maar we gaan het horen. Het is ook fijn dat de game niet tussendoor zo super veel hoeft te laden. Want het is letterlijk, zoals ik zei, een game van 2010. Leonardo. Hey Leonardo. What luck! I ever run into a bit of trouble. Let me see if I can help. I know how to fix it, but lack the means to do so. If you could just lift the wagon. What is this thing? Eh? It looks like a giant bat. Oh, nothing. Just an idea I've been working on. I could not leave it behind. What is it for? Well, I shouldn't really talk about it. Beh, al diavolo. I can't hold it in anymore. Ezio, I think I figured out how to make a man fly. Come on, I'll drive. But I haven't even told you where I'm going. Venezia, toch? Drive Leonardo's carriage towards Venice. Venezia, such a beautiful city. So many sources of inspiration. Ponte di Rialto, Piazza San Marco, L'Arsenale. What's wrong? We're not alone. What's happening? Who are they? Rodrigo Borgia's men. Why? What do they want with us? I think they want us dead. Leonardo, hi! Oké, nou gaan we dan. Even Mario Kart hier zo. Klik erop joh. Watch out! Don't let the carriage roll over. Bied het toch op? Wat lul. Oh, de kart is omgekleurd. Ally that, oeps. Oké. Goed om te weten. Prima, opnieuw proberen. Ik ben 1 keer in Venetië geweest. Overigens, even als we het toch hebben over Italië. Ik ben 2 keer op vakantie geweest in Italië. Allebei de vlogs op mijn kanaal. Doei. Weet de truck daar ook vanaf. Doei. Maar 1 keer in Venetië, toen ik 18 was, toen we waren geslaagd voor ons VWO-examen, hebben we dat met wat vrienden gedaan. En ik ben afgelopen jaar nog in Rome, San Marino, Vaticaanstad geweest. Uitermate leuk. Leuk land, prachtig land. Zeker als het goed weer is. Dus echt een aanrader. Dus jullie willen nog eens een keer op gaan naar een vakantie, dan waarvan je zegt van ja, waar de pak moet ik heen? Italië is zeker een mooi beginland voor veel mensen. Je kan er goed eten, de keuken is goed. Oh, vlammende palen. Oh. Oké. Oh, die had ik niet. Die guys kunnen ook wel een flinke spot maken. Tering. Jammer dat ik die bochten ook gewoon niet kan maken, maar... Dat is hij. Maar als je mij vraagt, wat zijn nou je favoriete vakantielanden, dan moet ik je ook heel eerlijk zijn. Italië is zeker mooi. Maar ik ga toch, mijn hart gaat toch uit naar een aantal andere landen. Ik vond Kroatië bijvoorbeeld echt fantastisch. Ik vond IJsland heel gaaf. Oh. IJsland is echt een land wat ook echt naar mijn hart ligt, zeg maar. Oké. Die guy nou even afvalt, man. Tering. Mooi. Go, Leonardo. They are here for me, not you. And catch up with you later. Kom op. Maar Kroatië, zo. Kroatië is een heel mooi land vanwege er gewoon ook een heleboel Ja, het is ongeveer net zo warm als Italië, maar het is gewoon voor mij iets minder toeristisch nog. Steek. Inuts. En hij ook dood. Kijk. Hoppa. There we go. Dat kan je dus als je een iets beter wapen hebt. Dan kan je ook eens een keer fatsoenlijk mensen slaan. Ja, maar Kroatië is zomaar een beetje een goedkopere, net zo mooie versie van Italië. En IJsland is eigenlijk een veel duurdere versie van heel veel landen. Maar dat is oprecht gewoon, ik vind dat het land gewoon zo mooi. Het land is gewoon... Ook heel veel natuur, maar dan gewoon veel kouder. En ook heel veel leuke dingen die je daar kan doen. Daar heb ik een van mijn favoriete dingen die ik ooit heb gedaan. Dat is sneeuwscooteren van een gletsjer. Dat was wel echt dope. Een van mijn favoriete herinneringen van een vakantie. Zijn we wel eens in Venetië of in Porli geweest? Nee, dat zijn we niet. Nou, ik weet niet wat de volgende aflevering dan waarschijnlijk moeten ontdekken. Mensen, bedankt voor het kijken. Like, abonneer, reageer op mijn vrienden. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer terug te zien bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed 2. See ya!